Hij heeft een stem, dat is fantastisch. En hij heeft, het toffe vind ik, hij heeft nog steeds die oude punk DIY mentaliteit. Okay. Bedoel, wat doet hij? Hij gooit een banjo en een gitaar in de koffer en zo'n kickdrum. En dan neemt hij een tasje met platen mee en dan gaat hij op tour. En dan legt hij ergens in de hoek van de zaal, legt hij zijn platen neer. Dan hoopt hij maar dat niemand ze jat terwijl hij zelf gaat optreden. Ja, ja. En dan met zijn kickdrum en zijn banjo en zijn gitaar zingt hij die liedjes. Ik heb alleen de artiest staan, William Elliott Whitmore. Wat is de titel van het liedje die je hebt gekozen? Ik denk There's Hope For You. My little sparrow, there is hope for you. Your life has just begun. And I could not do what I wanted to. But I fear my time is almost done. But through your actions, truth will carry on. Go forth with joy in your heart. And even though I will be gone, you've got to play your part. Listen to me now, you will overcome. I promise you, and be whatever it is that you wanna be. There is hope for you. Oh, there's hope for you. But it's much too late for me. The wayward weeping voices. Ja, jij zit hier met kippenvel te luisteren. Ja, ja, ik vind het zo'n mooi nummer dit. Dat Hammond-orgeltje op de achtergrond ook, dat is... Ja, er komt later nog een hele solo op het orgel langs. Aha. Ja, hij heeft zo'n mooie, vol stemgeluid, zeg maar. Het is heel diep vanuit zijn keel, zo'n soort bijna brallerig. Aha. Maar op een manier die ik echt te gek vind. Hoe ken je hem? Ja... Ik weet niet eens meer hoe ik bij die show terecht kwam, maar dat was gewoon een bovenzaaltje Paradiso show, zo'n dinsdagavond. Ik denk 50, 60, 70 man. En nou ja, daar stond hij met zijn kickdrum en zijn gitaar en zijn banjo. En ik was echt meteen verkocht. En ik dacht, dit wil ik vaker zien. Een programma van iemand of eigenlijk? Ja, nee, volgens mij zo'n typische Paradiso na-show. Dat is dan om half negen begint de hoofdact in de grote zaal. En dan vanaf een uurtje of 10 of zo staat er voor de mensen die nog niet naar huis willen... Nog een zaaltje vol mensen boven. En dan heb je altijd dat moment dat dan de halve grote zaal leeg komt en nog bier aan het drinken is. En even de show wil nabespreken terwijl er net iemand gitaar staat te spelen. Ja. Dat is het moment waarop hij begint. En na 10 minuten of zo kon je echt... Ja, je kon een speld horen vallen. Iedereen die zat echt met zijn bek open te luisteren. Zo van, fuck, wat is dit en wat goed is dit. Ja. Ik vind ook wel mooi, je merkt ook wel een soort pretentieloze insteek. Dat interesseert hem ook geen 100 mensen stonden te praten. Heel zoiets van ja, weet je. En ja, je krijgt ze wel stil. Is dit je solootje die je bedoelt? Ja. Ja, het is die typische country treurigheid natuurlijk. Het is, het is gewoon een nummer, het is bijna een soort afscheid aan je, weet ik veel, aan je vrouw of aan je dochter. Zo van, joh, weet je, ik mag het misschien verneukt hebben, maar jij kunt het allemaal wel, jij komt er wel. Ja, precies. En dat, nou ja, goed, zoals bijna alle goede country, dat is, gaat over ellendige dingen. Ja, ik vind het leuk dat je, vlak voor het einde heb jij nog een country liedje. Ja. En dan zitten we toch in de vibe van vorige week. Die is wat cheesier en meer upbeat. Maar het, Sam Outlaw gaat het worden. Ja, het is een of het ander. Ik hou of van punk en snel en hard en klaar of dit. Ja. En het zit ook wel, bedoeld, er zit best wel, als je de herrie wegdenkt, zitten er stapels aan overeenkomsten tussen. Het is allebei hele simpele muziek, tuurlijk. Weet je. Het is 3-4 akkoorden, het is ook niet hele grootse, redelijk dicht bij jezelf blijvende verhalen, zeg maar. Het is... ja, simpele muziek. Ja. Ik bedoel, iedereen die een beetje een instrument kan bespelen, die kan sowieso een punkband mee, maar... Peter Quint, man van het volk. Ja.
de kunst van een simpel liedje maken is echt... Nou ja, daar hoef ik jou niks over uit te leggen. Het is best moeilijk.